sperma. Bovenop de Eusebiuskerk. Sinds maandagochtend is dat een feit. Op de luchtbogen van het godshuis werden beelden geplaatst als onderdeel van een kunstproject. Onder meer beerdiertjes, coronavirussen en zaadcellen werden op grote hoogte op hun plaats gehesen. De bestaande beelden op de Eusebiuskerk hebben allemaal het thema van de Ark van Noach. Kunstenaar Arno Koenen maakte het kunstwerk. De beelden moeten het belang van wetenschap onderstrepen, maar ook wil de kunstenaar de rol van religie benadrukken. Want het geloof kan motiveren en hoop geven op een positieve toekomst. Nou ja, kijk, hoop, als er is hoop, dat is dan natuurlijk een meer evangelische religie. Maar ja, als er geen hoop is, dan is er sowieso geen toekomst. We moeten optimistisch zijn. Vind ik ook bij een kerk passen. Mensen komen ook in de kerk voor zingeving, vroeger echt voor de religie. Nu wordt het een museum. Dus dat past er absoluut bij, vind ik. Na de slag om Arnhem werd de verwoeste kerk gerestaureerd. De kerk werd mooier opgebouwd dan voorheen. Destijds werden er ook Disney-figuren toegevoegd aan de kerktoren. Ook werden luchtbogen geplaatst op het dak van het markante middelpunt van Arnhem. Is het geen heiligschennis om spermadeeltjes bovenop de kerk te plaatsen? Nou ja, het is nogal een gewaagde keuze om dit soort figuren op de kerk te plaatsen. En tegelijkertijd is er in de wederopbouw van de kerk zijn er ook al wat spannende keuzes gemaakt door een aantal Disney-figuren op de kerk te plaatsen. En in zekere zin zou je kunnen stellen dat dit wel best in lijn is en dat het best wel past bij het karakter van deze kerk. Ja. Sommige mensen zullen zeggen, heiligschennis bovenop de kerk, daar mag geen sperma. Ik kan me voorstellen dat best wel wat de tongen los zal maken. En tegelijkertijd is dat ook waar kunst over gaat. Toen de beelden op twee luchtbogen onvervangbaar bleken, werd kunstenaar Koenen ingeschakeld. U durft zelf niet naar boven? Nee, daarom heb ik ook bedacht dat die beeldjes staan niet alleen bovenop de kerk, maar straks de stijgers weg gaan. Dan kruipen ze ook. Dat is ook een zaadcel een virus, die zie je ook op de gevel. En helemaal beneden komt een beerdiertje met een virus. Die staat als op met zijn pookjes. Die komt op een maaiveld. En dat is juist het aardige. Dan kunnen mensen zoals ik, of überhaupt als je denkt van hoe is dat nou van dichtbij, staan ze ook beneden op een maaiveld. Dan kun je ze zien, dan kun je hem aanraken. De kerk wordt na jaren van de restauratie dit voorjaar beter zichtbaar als de stijgers worden weggehaald.